Amsterdam Arena is sinds dit jaar prachtig rood gekleurd. De stoeltjes die daarvoor ruim 20 jaar dienden zijn inmiddels vervangen. En daarvoor is een mooie nieuwe bestemming gevonden. We hebben 50.000 oude stoeltjes. En daar was eigenlijk al een hele tijd interesse voor vanuit Suriname en Aruba. Die hadden graag onze stoeltjes voor een nieuw stadion daar. Dus daar zijn een paar duizend stoelen naartoe gegaan. En daarnaast hebben we een project opgezet samen met Arend om deze stoel weer, of de oude stoel weer hermontabel te maken, zodanig dat je die thuis in de tuin kunt zetten of in de gang of in de kamer. Omdat elke stoel eigenlijk een eigen statiefje moet hebben. En het meubelbedrijf Koninklijke Arend kwam weer uit bij schoolmeubelenfabrikant Presikhaaf uit Arnhem. Bij Arend dacht men van nou, het lijkt in de verte wel op een schoolstoeltje. Dus misschien weten ze daar in Arnhem wel raad mee. Nou, en dat wisten we. Want daar wordt hard gewerkt om de stoeltjes bij onder andere supporters thuis een nieuwe bestemming te geven. In verschillende soorten. Het houten stoeltje, daar moeten we eerst de houten panelen van frezen. Zagen en frezen. En zorgen dat ze mooi glad afgewerkt zijn. En dan rapen we daarbij de zittingen en de ruggen. We verzamelen het montagemateriaal. We doen er een montagehandleiding bij. Het is bijna een IKEA-pakketje, kun je zeggen. En zo gaat het naar de klant toe. Het metalen stoeltje, dat is wat meer werk. Want daar moet je inderdaad een echt frame onder maken. En dat betekent dat we metalen buizen moeten zagen, althans wij doen dat met lasertechniek. Dan wordt dat metalen delen, die worden in elkaar gelast. Dus dat doen we met een lasrobot. Dan gaat het naar de poedercoater toe, dat onderstel. Dat is het laagje wat erop komt? Dat is het laagje wat er op komt. Er wordt geweld? Ja. Een nieuwe bestelling? Een nieuwe bestelling, denk ik. Ja, dat zit er dik in. Ja, dus dat, maar dan wordt er dus een poedercoating opgezet, zodat het ook goed beschermd is en het stoeltje zelfs buiten kan staan. En dan afhankelijk van wat de klant wil, zit er dan nog een onderdeel bij om de stoeltjes, de metalen stoeltjes, te kunnen koppelen, zodat je er een tribune van kunt maken. De populariteit van de stoeltjes is groot en de vraag is enorm. We hebben in totaliteit al ruim 10.000 orders binnengekregen. 10.000? 10.000 orders. Hetgeen betekent dat niet allemaal ordertjes van één stoeltje zijn. Maar dat er dus al een heel fors aantal verkocht zijn. Hadden jullie verwacht dat het zo'n succes zou worden? Nou, ja en nee. Aan de ene kant hebben heel veel mensen mij benaderd. Dat we zeggen, goh, kan ik mijn eigen stoeltje mee ook krijgen en zo. En hetzelfde nummer en dezelfde kleur. Maar ja, je kunt nooit inschatten op het hele stadion hoeveel mensen dat zouden zijn. Dus ik vind, ja, 12.000 overtreft eigenlijk wel mijn verwachtingen. Ja. Het is een populair project, maar ook een mooi maatschappelijk project. Op verschillende manieren. Hier werken er ongeveer 22 mensen aan. Daarvan is de bijzonderheid, dus wij werken hier met heel veel mensen met een arbeidsbeperking. Dus het is hier in Arnhem is het al een prachtig maatschappelijk iets wat gedaan wordt. En de opbrengst van de stoeltjes, daar gaat een deel, dus na aftrek van kosten uiteraard, want je moet het maken en versturen, gaat een deel van naar de Ajax Foundation. Toen dit idee ontstond, zeiden we, nou, daar kunnen we het goede doel Ajax Foundation aan koppelen, dat elke stoel een klein bedragje overhoudt en dat naar de foundation gaat. Het is altijd leuk om iets te kunnen doen voor het goede doel. En dit was een mooie combi. Zondag in de rust van Ajax Rode JC wordt een eerste tussenstand van de opbrengst van de verkoop die ten goede komt aan de foundation bekendgemaakt. En twee mensen hebben daar in ieder geval aan bijgedragen. Gaat u zelf ook een stoeltje kopen? Ja, zeker. Ja, ik wil wel een paar van die stoeltjes in mijn tuin doen. Ja. Weet u al welke? Of, Nee, dat moet dan eigenlijk wel een rode zijn, maar ik heb niet een vast nummer of zo. Een rood, gewoon een traditioneel stadionstoeltje. Wij gaan echt thuis op de tribune zitten, op het Ajax-stoeltje, als we Ajax kijken. Gegarandeerd.